een steekpaas geven, dan kon je er tussendoor lopen en dan scoorde je vrijwel altijd. Die focus is nu dus verlegd naar de aanval. Je hebt nu veel meer mogelijkheden om aan te vallen. Steekpaasjes zijn niet meer zo overpowered, want ze worden gewoon veel vaker onderschept. En dan moet je meteen terug om omschakelen en naar de verdediging toe. En, steekpaasen moet je ook meer kracht voor geven, want de bal komt best wel snel stil te liggen. Ja, inderdaad. En je hebt veel meer vrijheid in je passing. Dus je moet eigenlijk de kant kiezen waar je heen paast. In de vorige FIFA's was het gewoon op A drukken of kruisje. En dan paas je naar de dichtstbijzijnde medespeler. Ja. Nu moet je ook echt daadwerkelijk je stick de kant opduwen van waar je heen wil pasen. En dat levert best wel veel frustratie op als je iemand hebt die vrij loopt en je schiet hem per ongeluk net over de zijlijn naast je. Omdat je dat vergeet. En dat is wel heel erg wennen. Het is best wel lastig om onder de knie te krijgen, maar als je het eenmaal onder de knie krijgt, dan biedt het veel meer mogelijkheden om aan te vallen. Want het is wel weer ook een stukje dieper, geloof ik, hè? Want je hebt ook veel meer bewegingsvrijheid met de bal. Je kan veel beter als goed is omdraaien, tenminste dat is mij zeg maar verteld. Zit dat er echt nog in? Ja, je merkt wel dat spelers wendbaarder zijn, dat het fysieke een stuk belangrijker is in de game. Maar wat daarentegen wel een stuk is teruggeschroefd, is de snelheid. Ja, klopt. Je kan niet meer snel voorbij iemand rennen. En zelfs met snelle spelers.